Dit is het nieuws uit Enschede van donderdag 8 februari. Een record aantal partijen bij de verkiezingen in Enschede. En twee Enschedese vriendinnen ontwerpen een speciale tattoo voor elkaar. Echt een doodskop of zo. Vind ik echt verschrikkelijk gewoon. Ja, dat zou ik echt niet willen. En nu bij Metropool in Hengelo besproken wordt. Het gaat over een nieuw popcentrum dat officieel per 1 maart van start kan. Kern van het nieuwe plan is dat er in beide steden een gezamenlijk poppodium komt met 7 zalen. En een nieuwe functie voor de grote zaal van Attac. De 7 zalen van het nieuwe poppodium hebben een verschillende bezoekerscapaciteit. Behalve de huidige 4 zalen in Hengelo en Enschede gaat het daarbij om het openluchttheater in Herdme en het muziekcentrum in Enschede. En het jongerencentrum Innocent in Hengelo. Wanneer er in Attac weer concerten plaats zullen vinden is nog onduidelijk. Met 4 partijen, bovenop de bestaande 10 fracties in de gemeenteraad, kunnen Enschedeërs bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kiezen uit 14 partijen. Dat is een record, althans op basis van de beschikbare gegevens van de verkiezingsdatabank. Dit is nog nooit eerder voorgekomen dat zoveel partijen zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede aanmelden. Droompiloot worden terwijl je in de bijstand zit. Space 53 in Enschede moet de locatie worden waar bijstandsgerechtigden een opleiding tot droompiloot kunnen krijgen. Gisteren is hiervoor een overeenkomst getekend met de gemeente Enschede, Werkplein Twente, Consulit en MSG Post. Het gaat in eerste instantie om 20 bijstandgerechtigden. Het is de verwachting dat zij binnen 1,5 jaar fulltime als droompiloot aan de slag kunnen. De beide grondwaterpompen aan de Deurningerstraat gaan morgen toch weer aan. En dit voor de duur van 3 maanden. De gemeente verwacht dezelfde resultaten als bij de eerdere proef, namelijk onvoldoende effect. Maar de bewoners willen graag dat de pompen weer aangaan. Eerder bleek dat het zou gaan om een verlaging van 10 tot 15 centimeter. Ook in natte periodes. Maar slechts een beperkt aantal huishoudens zou daar baat bij hebben. Twee vriendinnen die een tattoo laten zetten. Dat gebeurt vaker, maar in Enschede lieten twee vriendinnen een tattoo zetten die ze voor elkaar ontworpen hadden. Zoals in het programma Just Tattoo of Us kregen ze een blinddoek om, zodat ze pas na het zetten konden zien wat de ander had bedacht. We hebben voor elkaar een hele mooie tattoo bedacht en dat gaan we vandaag laten zetten. Iets nieuws, ja, iets spannends, ja. En ik heb gehoord dat, jullie weten zelf niet wat voor tatoeage je gaat krijgen, maar jullie hebben het voor elkaar bedacht. Ja. Waarom dit soort tattoo? Waarom niet een tattoo die je gewoon samen laat zetten? Dit is wel weer leuk, een keer wat anders. Ja, we dachten we gaan gewoon meedoen en toen hadden ze ons gevraagd of wij het wouden doen. Hoe zijn jullie precies op dit idee gekomen? Eigenlijk bij MTV. Heel gezegd, wij doen het af en toe hier op de zaak ook. Tenminste, dat idee. We hebben eigenlijk een grabbelton en dan gaan we eigenlijk dingen opschrijven. Die we dan bij elkaar gaan tatoeëren. Dus dat kan eigenlijk van alles winnen. Normaal komen mensen al met een idee. Is het een andere ervaring ook met tatoeëren? Of is het gewoon precies hetzelfde? Ik weet niet of er heel veel verschil in zit eigenlijk. Ja, nou, het enige verschil wat er is, dat het, ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. De klanten die komen, de klanten weten niet wat ze krijgen. En wij weten in principe ook niet wat we moeten doen. Dus het is wel een verrassingselement, al zeg ik het zelf. En waarom willen jullie graag samen? Zit er een verhaal achter? Of... We kennen elkaar al best wel lang en we wilden graag wat moois voor elkaar laten zetten. Dus vandaar dat wij meedoen. Ja, dat vinden we gewoon heel leuk. En wat is nou iets wat je echt niet wilt, waarvan je zegt, nou, dit vind ik echt verschrikkelijk? Echt een doodskop of zo, vind ik echt verschrikkelijk gewoon. Ja, dat zou ik echt niet willen. Nee, ik ook niet. Nee, dat lijkt me echt helemaal niks. Nee. En dan nog het weer. Zo koud als afgelopen nacht wordt de komende nacht niet, maar de temperatuur zakt wel naar -4. Morgen is er kans op bewolking en op sneeuw. Zaterdag hetzelfde weerbeeld en zondag wordt een natte dag met volop regen. Tot zover het nieuws uit Enschede van donderdag 8 februari. Na de reclame kunt u kijken naar ons wijkprogramma Jij in de Wijk. Ik wens u verder een hele fijne avond.